project waarin na 3,5 jaar hard werken vandaag een belangrijke mijlpaal wordt bereikt. Die trots op dit project en van dit moment voelen we denk ik allemaal. Want de komende uren wordt de zeewering rond Maasvlakte 2 definitief gesloten. Het is een knap staaltje Nederlandse waterbouw waar we allemaal bijzonder trots op mogen zijn. Majesteit, mag ik u verzoeken naar voren te komen en met een druk op de knop het sluiten van de zeewering te starten. Zo gaf koningin Beatrix woensdag 11 juli het startsein voor het sluiten van de zeewering van de Tweede Maasvlakte. De kaart van Nederland komt er door dit project definitief anders uit te zien. De Rotterdamse haven wordt 20% groter. Nederland wordt 2000 hectare groter. En de kustlijn ligt zo'n 3,5 kilometer verder in zee. Die nieuwe kustlijn nadert nu zijn voltooiing. Afgelopen jaren is deze van twee kanten gebouwd. Aan de noordkant, langs de vaargeul naar de haven, is 3,5 kilometer harde zeewering aangelegd. Aan de zuidkant is een zachte zeewering van 7,5 kilometer lang, opgebouwd uit strand met 14 meter hoog duin. Woensdag 11 juli is het zogenoemde sluitgat tussen deze twee gedicht. Na de sluiting wordt de dam verder opgehoogd en verbreed. Het spoor- en wegverkeer wordt de komende tijd omgeleid via de zeewering, zodat aannemingscombinatie Puma de Yangtzeehaven kan doorsteken. Dat is nodig om de nieuwe vlakte bereikbaar te maken voor de scheepvaart. De Tweede Maasvlakte wordt in 2014 opgeleverd.